Vakantie jongens, eindelijk welkom bij een nieuwe vlog jongens, hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is donderdag en ik heb vakantie jongens, eindelijk, de vakantie is eindelijk begonnen. En er staat de aankomende weken heel wat leuke dingen op het programma. Te beginnen met aanstaande zaterdag, dan is de wedstrijd Feyenoord. Tegen wie moesten ze ook weer? Ik weet het helemaal niet meer. Oh ja, tegen Vitesse. Feyenoord-Vitesse voor de competitiewedstrijd. We hebben natuurlijk ook pas geleden, de allereerste wedstrijd was de Supercup. En nu voor de competitie tegen Vitesse. Ja, het is eindelijk zover. Eindelijk is mijn vakantie begonnen. Ik ga er een lekker rummetje op drinken. En ik ga jullie beloven een hele hoop leuke video's te maken in mijn vacantione. En dan, dan zien jullie dat natuurlijk de aankomende weken hier op dit kanaal. Hou er even rekening mee. Ik zal nog wel een apart videootje maken als het nieuwjaar is. Maar de vlogs lopen een week achter. Dus als het deze week kerst is, dan is volgende week pas de video van de kerst. En als het nieuwjaar is, is het pas de week erop het nieuwjaar. Hou er even rekening mee. Niet dat jullie dadelijk allemaal berichten krijgen van, jongen, wat doe je nou allemaal? Je post het een week te laat. Het is helemaal geen nieuwjaar. Nieuwjaar is al een week geleden. Schrijf er nou eens mee uit, elke keer. Nou, dan weten jullie in ieder geval dat het daardoor is. De vlogs zijn dus, lopen altijd een week achter. Zoals nu ook. Jullie weten het, zo doe ik het al een hele tijd. Doe ik het. En zo blijf ik het doen. Daarom zal de kerst en zo een week later zijn. Ik ga even lekker de computer opstarten. Ik moet even kijken. Ik was bij maandag gebleven als ik het goed had. Dus ik ga nou dinsdag en woensdag en donderdag. Donderdag nog niet, want die ben ik nu nog aan het opnemen. Maar dinsdag en woensdag moet ik nog eventjes op de computer maken. En dan is dat ook weer bijgewerkt. Dan blijft de achterstand een beetje kort. Anders moet ik niet zoals vorige week dat ik in één keer een stuk of vijf vlogs achter elkaar moet maken. Omdat ik echt alles gereed moet hebben. Nu kan ik gewoon lekker rustig aan. Kan ik mijn vlogs opnemen. Mijn vlogs editen. En langzaam lekker online zetten. Zodat ze allemaal precies op de juiste dag gepubliceerd worden. En dus online komen. Zo hebben jullie dus elke week. Of elke dag. Elke week. Elk jaar. Om 3 uur een nieuwe vlog. Of het nou weekend is of door de week. Elke dag een nieuwe vlog om 3 uur. Hier op mijn kanaal. Nou, ik ben even een beetje uitgepraat. Ja, ik ga zo een rummetje inschenken, jongens. Laat ik het ook wel eigenlijk ook maar gelijk gaan doen, hè. Laat ik het ook maar gelijk gaan doen, jongens. We gaan gewoon even lekker een rummetje inschenken. En proosten op de vakantie. Ik heb weer een heel jaar gewerkt. En het is best wel hard gegaan dit jaar. En natuurlijk ook was het dit jaar natuurlijk het beginnen op YouTube. Ik moet even een stukje naar achteren, anders zien jullie alleen maar hals. Dat schiet ook niet op. Dus het jaar begonnen als YouTuber. Leuk jaar gehad. Ook minder leuke dingen meegemaakt. Maar ook hele leuke dingen meegemaakt, zoals Arnhem, ondanks dat de mini-meeting een flop was. Ik moet even een klein stukje een beetje terug doen, want ik heb al erg veel romgebruik. Natuurlijk het kampioenschap van Feyenoord. Wat hebben we allemaal nog meer gedaan? Tropicana, Slagharen, 3 dagen. Of een week was het zelfs. Het was een vlog van 3 dagen was het. Maar het heb een week heb ik een vakantie gehad in Slagharen. Wil ik trouwens eigenlijk volgend jaar ook weer naartoe gaan. In 2018 staat die zeker op mijn lijst. Maar ik wil ook nog een ander park bezoeken. Een park waar ik al een hele tijd niet meer geweest ben.
En wat zou het pakken kwezen? Ik wil dit jaar, wow, ik wil dit jaar wil ik ook naar Bobbejaanland in België. Nou jongens, het is niet veel cola. Oh, dat is een beetje te weinig cola. Moet ik weer colafles pakken? Oh jongens, moet ik nou weer boos worden? 11 september, ja, is er helemaal niks gebeurd in Efteling. Zo, en een nieuwe fles. En dan gaan we proosten, jongens, op de vakantie en op 2017. Weer een hoop werk gedaan, hoop werk verzet en ja, genoeg inspanning geleverd. En nu is het achteroverleunen en is het genieten. Jongens, allemaal proost en ook proost op 2018, dat er maar hele leuke vlogs mogen komen in 2018. En heel veel leuke reportages. En ook dat het abonnement doorgaat van de Efteling. Want dan komen er heel veel Efteling vlogs komen er op mijn kanaal binnenkort. Ik ga de inscriptie. Daar ben ik nog niet echt helemaal tevreden over. Dus die ga ik nog even aanpassen. En de intro blijft een beetje hetzelfde, maar er komen ook weer nieuwe stukjes bij. Want ik ga natuurlijk ook in 2018 allemaal nieuwe dingen ga ik doen. Allemaal nieuwe activiteiten. En die ga ik ook plaatsen ja, in mijn intro. Dus de intro zal misschien iets langer worden. Maar ja, ook nieuwe dingen, nieuwe foto's. Dus er is nog een hele hoop werk aan de winkel. Nou, tot zover even deze vlog. Eventjes, ik ga het hem even weer neerleggen. Of nou ja, tot zover deze vlog. Want deze vlog gaat nog wel gewoon door. Maar ik ga hem heel even neerleggen. Dan spreek ik jullie dadelijk weer. Ik ga nog even lekker een paar grote slokken rum nemen. En dan zeg ik proost iedereen. En ik hoop dat het in 2018 net zo'n mooi YouTube-jaar wordt als dit jaar. En dat ik maar hele leuke reportages mag doen. En dat er maar hele leuke dingen mogen gebeuren op mijn kanaal. En op alle abonnees die dit jaar abonnee zijn geworden op mijn kanaal. En ja, die mij toch steunen. Ook de mensen die mij elke livestream. Ja, die mij elke livestream steunen. Die elke livestream wel even langskomen. Eventjes even een praatje. Eventjes van een hallo. Hey, hallo Marco. Ik ben er weer. Ik kom er even kijken. Geronimo. Nick. Even kijken zo. Geronimo. Nick. Ramon. Alexander die elke keer trouw kijkt. En natuurlijk ook de makers met wie ik alle livestreams maak. Of bijna alle livestreams maak. Joost, Rob, Michael. Geweldig. Echt hartstikke top. Ja, ik ben er misschien nog een heleboel vergeten. Maar de bekendste zijn eigenlijk wel Daisy. Daisy, Nick, Geronimo. Die altijd eventjes leuk even op de livestream komen. En even gedag zeggen. Even een praatje maken. Hartstikke top, jongens. Ik hoop dat ik in het nieuwe jaar in 2018 nog vele abonnees erbij krijg. En ik hoop dat het echt ja, dat het een leuk kanaal wordt met een hoop kijkers. En ik hoop heel veel nieuwe mensen ook in 2018 te verwelkomen. Ik ga hem even neerleggen, jongens. Ik spreek jullie allemaal dadelijk. Dadelijk komt de begeleiding en dan ga ik eventjes nog eventjes kletsen. En ik ga dadelijk even een hapje eten. Maar voordat ik een hapje ga eten, film ik ook nog wel even een stukje. En ik ga er weer vandoor. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer na de reclame. Nee, ik spreek jullie dadelijk weer na de reclame. Weet ik veel allemaal. Ik zeg het maar wat. Proost, tot zo.
Zo, en het is inmiddels de andere dag. Ik was in slaap gevallen. Ik zou eigenlijk gisteravond om 8 uur skypen met Tatjana, Kevin, Ramon, Joost. Maar ik ben in slaap gedonderd. Toen heb ik om een uur of 11 nog heel even 10 minuten of 20 minuten nog even geskypt. En toen ben ik ook weer naar bed gegaan. Ik heb even lekker liggen slapen. En ik was helemaal zat. Ik was hartstikke moe. Dus wat dat betreft heb ik weer even mijn slaap ingehaald. En is het inmiddels alweer vrijdag. En is het de eerste vakantiedag. De eerste dag van de vakantie. En ik heb al gelijk een beetje gedaan wat ik altijd doe als ik een week gewerkt heb. Eerst even lekker een beetje uitrusten. En in de loop van de vakantie, dan vandaag al eigenlijk, dan zal ik niet meer zo gauw in slaap vallen. Want dan hoef ik niet meer te werken. En dan kan ik gewoon lekker rustig aan doen. Op mijn gemakkie allemaal. Ik heb net de kat lekker eten gegeven. En ik ben nu bezig met de vlog van een dinsdag. Want ik loop toch weer gigantisch achter. Ik heb de afgelopen dagen niet echt veel gedaan aan de vlogs bijwerken. Dus ik ben nu even achterstallig onderhoud aan het inhalen. Laten we het zomaar zeggen. En het is koud buiten. De kachel heb ik flink aangezet. Maar ik vind het toch nog frisjes, jongens. Het is toch koud. En het is gewoon frisjes. Brr. Het is een grote sterven van de kou. Maar goed, in ieder geval, dit was de vlog van vandaag, van donderdag. Voor mij is het inmiddels vrijdag en wat ik vandaag eigenlijk allemaal ga doen, dat zien jullie weer morgen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Volg mij even op Twitter, apenstaartje, It's Ultrax op Twitter. En als je nog niet geabonneerd bent, druk even op de knopje abonneren. Doe dat duimpje omhoog voor deze video. En dan spreek ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. De groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal inmiddels al heel erg lang. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.